Als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer. Zo ook aan het Reitdiep. Daar volgen ruim 300 schapen en lammeren schaapsherder Bouke en zijn twee border collies. De gemeente Groningen zet vanaf vandaag schapen in om bermen in de stad kort te houden. De kudde wordt gesplitst en wordt in het noorden en het zuiden van de stad ingezet. De schapen laten grazen is een milieuvriendelijke manier van bermbeheer. Dat is in het kader van de ecologisch bermbeheer. Dus de stad Groningen, de gemeente Groningen, zet de schapen in om een aantal bermen te beheren, te begrazen. Voordeel, dat is natuurlijk de kringloop. Dus je zet geen diesel in, zeg maar, voor tractoren en ander materieel om te maaien. Die schakel haal je er tussenuit. En je hebt natuurlijk de verspreiding van zaden via de vacht en de mest van de schapen als er mooie planten komen. Diversiteit met name. Om het hoeden van de schapen makkelijker en minder eenzaam te maken, krijgt de schaapsherder hulp van Borre en Jur. Het zijn de border collies. Eén is 8 jaar en die is behoorlijk goed getraind. Die kan het werk al heel prima. Die luistert ook heel erg goed. En de andere, ook een border collie, die is iets jonger en die kan het ook eigenlijk al best goed. Maar die mag toch wel iets beter zijn best doen af en toe. Maar de bedoeling is dat hij deze zomer al gaande steeds beter wordt in zijn werk. De schapen begrazen dit jaar gedurende een langere periode een groter gebied. Tot eind september maakt de kudde deel uit van het stadsgezicht.